Ja, meneer Van den Burg, Dirk Wiersum vermoord. U heeft aan het begin gezegd wat u daarvan vond. Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in de zaak Ridouan Taghi. Zeker, zeker. Weet u eigenlijk waar die Taghi is? Heeft u een identificatie waar die uithangt? Nou, we hebben wel aanwijzingen om te veronderstellen waar die is. Mm-hmm. We zitten er ook achteraan. We zitten zeker niet op een doodspoor. Er wordt van alles gesuggereerd in de media. Maar reken maar dat er een vasthoudend team van politie en openbaar ministerie achter hem aan zit. Er is ook discussie over beloningen. Ja, iedereen heeft natuurlijk mm-hmm. opeens een mening, hè, als er dit soort dingen gebeuren. Het speelt natuurlijk. Het speelt. En kijk, geld is niet alles. Geld is niet alles. Je moet je voorstellen dat de kans dat een willekeurige voorbijganger Taghi tegenkomt ergens in een straatbeeld, die kans is niet heel. We gaan ervan uit dat hij ondergedoken is. We gaan ervan uit dat hij zijn sporen zoveel mogelijk heeft uitgewist. Maar we gaan er ook vanuit dat hij contact heeft met mensen. Contacten moet hebben met mensen. Dus wij zien het eigenlijk veel meer als maatwerk. Daarin is geld kan belangrijk zijn. Nou ja, met geld, over geld is te spreken met ons. Okay. Hogere bedragen, zeker ook. Maar wacht even, maar je moet ook denken. Want maar even een stapje terug. Ja. Tot nu toe was het 100.000 euro. Ja. Daar staat er. U zegt met ons is te spreken over hogere bedragen. Zeker, zeker. Waar moet ik dan aan denken? Dat weet het milieu ook. Dat hangt ervan af wat er nog meer nodig zou kunnen zijn. Want je moet ook denken aan bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen. Want je meldt niet zomaar wat. Mm-hmm. Je kan ook denken aan het aanbrengen of het krijgen van een nieuwe identiteit. Ja, dat zijn zaken waar we natuurlijk niet via de krant of via de televisie met elkaar over praten. Nee, dat begrijp maar dat ik, maar gebeurt allemaal achter de schermen. Maar sorry dat ik je onderbreek. Maar er werd gezegd, van, als jij iemand als Ridouan Taghi, als je daar bewijs tegen aan wil brengen en je komt uit het milieu, heb je inderdaad geld nodig om bijvoorbeeld een nieuw bestaan te beginnen. Dat lukt nooit met 100.000 euro. Maar een miljoen of twee of 2,5, moet ik denken aan een bedrag met 6 miljoen? Ja, we moeten wel twee dingen uit elkaar halen. Hè. Je noemt ook de getuigen. Mm-hmm. De getuigen die verklaart. Het gaat hier bij het zoeken en het vinden van Taghi en de beloning waar het over gaat, waar de discussie over gaat, gaat het over tips over zijn verblijfplaats. Dat is toch wel wat anders. Okay. Maar zelfs dan heb je met meer rekening te houden dan alleen maar met geld. Geld lost dat niet allemaal op. Begrijp. En het en maar milieu toch zegt weet u dat hoge bedragen zeker, zeker mogelijk zijn. Maar u wilt geen indicatie geven van hoe hoog die bedragen nee, zijn? Nee, omdat het, wat ik al zei, maatwerk is. Hè. Dus dat kan best een bedrag met 6 nullen zijn. Dat hangt helemaal van de specifieke context af. We zijn er niet zo voor om daar een soort publieke jaagactie te gaan organiseren met van tevoren een bepaald bedrag. Omdat de kans dat het slaagt is, wat ik in het begin al zei, mm-hmm. tamelijk nihil. Omdat hij echt niet ergens in de straat rondwandelt. Nee. En er veel meer bij komt kijken en ook veel meer mogelijk is dan alleen maar geld. Maar 6 nullen... Zou kunnen. Zou kunnen, zeker. Okay. Ja.